Deze week hebben we de truitjes met de korrelsteek weer binnen. En dit is weer een hele mooie, ja, wat is het? Een beige tint. Zandkleur, hele lichte zandkleur. Een hele fijne korrelsteek. En dit truitje draagt heel luchtig, omdat het ook wel losser gebreid is. Dus dat is perfect voor nu en maar verder in het najaar. Ondersluiten ze mooi aan en dan is de achterkant ietsje langer dan voor. En deze zijn ook heel goed te dragen op een rok, omdat dat mooi aansluit. Dat verkopen ze ook heel vaak op. Die zijn 29,95, het is één maat en ze passen tot en met 42 zeker en 44 af en toe wel, af en toe niet. Dat ligt ook aan je figuur. Zeker als je wat kleiner bent, gaat het vaak ook met maat 44. Dan de broek, dat is een nieuw model en dat is een hele zachte stof, een katoen mix. Ja, die voelt super zacht, er zit heel veel stretch in. Hier zit een naadje, heel veel details, terwijl het toch eigenlijk een gewone 5 pocket is. Zakken erachterop. Deze hebben we van maat S tot en met XL. Dat is 36 tot en met 42. Ik vind ze normaal op maat vallen. En boven is het ietsje wijder. Dus heb je iets of een buikje, dan is hij echt heel fijn. Sowieso kan een broek boven beter iets losser zitten. En dat je met een riem draagt. Dan dat je hem strak draagt. Omdat je denkt dat je continu plaats over hebt. Maar dat doet stretch, hè. Maar vervolgens gaat het te strak zitten. En dan krijg je zo'n rand. En dan ga je een shirtje of een truitje passen. En dan zeg je dat tekent af. Komt eigenlijk door de broek. Dus je kan beter een broek dragen met een riem en niet te strak in de band. Dan blijft alles binnenboord en dan kun je er een heel mooi truitje op dragen. Dus even de tip van mij. De broeken 44,95, heel mooi gecombineerd met die nieuwe schoenen. Die zijn 39,95 en die vallen normaal op maat. En die zitten heel fijn. Er zit zo'n hele zachte dempende zool in. Deze week is de WhatsApp-lijn niet meer in gebruik, maar de winkel is nog wel open tot zaterdag 7 augustus. Je kan het beste langskomen, we hebben heel veel nieuwe dingen binnen. Dat kunnen we niet allemaal laten zien, want daar hebben we gewoon de tijd niet voor. Maar het is zeker de moeite waard. En 30 augustus gaan we dan pas weer open.